Soms, hè, ja, dan kan je je zo verbazen, vrienden, over dingen, hoe dingen gaan. Hè? Als je nou kijkt naar de uitslag van de verkiezingen, hè? Met de BBB. Ik bedoel, een grotere uitslag is er gewoon niet geweest in de hele historie. En als je dan de reacties bekijkt, hè, sowieso van de coalitiepartijen, en dat is allemaal een beetje, ja, weet het niet, weet je, allemaal een beetje vaag, want die zitten nog een beetje als een boom, als een aangeslagen bokser, hangen ze zo half in de touwen en die zijn nog helemaal niet bij de les. Maar wat denk je van zo'n D66? Ja, die nog steeds de overwinning van de Caroline nog niet kunnen verkroppen. Die kunnen het nog steeds niet verwerken. Die denken, wat is er gebeurd? Die lopen nog werkelijk tollend door het leven. Is me dat even geestig, vrienden. Als je nou kijkt, bijvoorbeeld naar zo'n Jette. Jongetje Jette, wat die dan zegt. Die zegt, ja, ik moet de uitslag van de verkiezingen nog even op me laten inwerken. Dan moet je nog even laten inwerken. Nou, dat is heel erg duidelijk hoor, jongetje Jette. Wat er gebeurd is. Ja, het is, heel veel Nederlanders hebben namelijk gezegd. Dit willen we niet meer. Nee. En dan zegt hij, ja, nee, ik wil even rustig aandoen. En het is nu nog te vroeg om te praten over een koerswijziging. Oh, we gaan geen ander beleid voeren. Oh nee, nou, ik denk dat Nederland, dat de kiezers hebben gezegd, we willen het anders. Dat hebben ze gezegd namelijk. Maar niet voor D66 hoor. Want heb je ook gehoord en gezien wat de kakelende heeft gezegd? Ja, die zegt, ja, mensen voelen zich buitengesloten en noem maar op. Maar er zijn waarschijnlijk, zegt de kakelende, zijn er ook diepere thema's. En daar moeten we onszelf eens even goed in gaan verdiepen. Ja. Zijn ze lollig? Die van D66. Ja, we gaan ons even verdiepen in deze uitslag. Nou, je hebt verloren. Wat denk je daarvan? Hey, afdeling verdiepen. En dan zegt de kakelende, ja, en als we dat gedaan hebben, dan gaan we eens kijken hoe of wat we gaan doen. Oh, maar nog beter is die Tjeerd de Groot, beste vrienden. Ja, onze Tjeerd de Groot, die is helemaal duidelijk. Die heeft gezegd, nee, we houden ons helemaal vast. Zeker wat stikstof betreft, houden we ons helemaal vast aan de afspraken die we gemaakt hebben binnen de coalitie. Want, zegt hij, we moeten door. Die Tjeerd de Groot. De man met de hoogste irritatiefactor in Nederland. Die zegt, ja, we moeten door. Oh ja, het is niet de Tjeerd de Groot show. Tjeerd de Groot. Nee, het gaat hier om uitslag. Nederland heeft gesproken. Nederland wil dit niet zoals jullie het doen. En daar heb je gewoon naar te luisteren. En anders, dan denk erom. Dan gaan jullie het CDA achterna, D66. Want wie niet luisteren wil, moet voelen.